Wat mag ik snijden? Jij mag... de komkommer. Doe maar mee. Hij is het vrouwtje en jij bent de man. Wauw, dat zou ik niet zeggen. Wie zit er bovenop? Nee, nee. Kijk, sushi. Sushi Namaste. Vers uit. Oké, hier was een burger. Gymfood. Hoi iedereen, ik ben Kai. Hallo, ik ben Roos en leuk dat je kijkt naar Let's Ketchup. Vandaag krijgen ik en Kai een leuke gast over de vloer en gaan we een gezonde levensstijl bespreken. We hebben het over voeding en over fitheid en hoe we dit op een leuke en ook lekkere manier in ons leven kunnen toepassen. Ja, en we gaan ook een heel lekker en gezond recept maken vanuit mijn kookboek Chubby in Shape. En vandaag hebben we te gast online influencer, model en ondernemer Matthias Geerts. Ja, super leuk dat je bent, man. Dankjewel. Ja. Het is me een genoegen. Helemaal uit het mooie Vlaanderen af. Ja, klopt. We zijn hier voor 2 dagen, dus dat valt wel mee. Je bent model, je bent influencer, je bent dus ondernemer, je hebt je eigen sieradenlijn. Ja, klopt. Hoe ziet jouw levensstijl daarbij uit? Mijn levensstijl? Ik probeer die gebalanceerd te houden, laten we zeggen. Ik probeer ze wel gezond, maar hier en daar ook wel eens te cheaten. Ja. Ik eet heel graag zoet. Ja, hamburgers ook wel, maar... ja, koekjes en brownies en lattes met alles erop en eraan vind ik de max. Ik heb hier een heel lekker gerecht en gezond gerecht voor jou. Zoete aardappelfrietjes. Die maken we sowieso in de oven, dus niet gefrituurd. Ja. We maken kiptaco's die heel goed gekruid zijn. De kiptaco's die zijn gemixt met hartige en zoete ingrediënten. Daarbij hoort paprika, komkommer, mango, appel en kropsla met maïs. En dat mengelen we en dat wordt een soort van slaatje. Dus, Oké, ik ben benieuwd. Wat mag je snijden? Jij mag... de komkommer. Doe maar mee. Hey, hoe ziet jouw trainingsroutine er eigenlijk uit? Ja, ik probeer dus 5 tot 6 keer in de week te gaan trainen. Ja. En dan 's ochtends doe ik vaak cardio. En dan probeer ik in de namiddag... In de namiddag, als ik dan een beetje calorieën heb opgebouwd, doe ik dan krachttraining. Want 's ochtends dan ben ik vaak nog zo slaperig. Ja, precies. Ja. Hoe ziet jouw voedingsschema eruit? Ja, ik heb niet echt een voedingsschema eigenlijk. Ik probeer gewoon... Ja, omdat het heel moeilijk is om een gevarieerd voedingsschema vol te houden als je continu op reis bent. Dus ik probeer gewoon mijn aantal proteïne binnen te hebben. Ik probeer altijd zo het dubbele van mijn gewicht in proteïne binnen te hebben. En dan... En hoe doe je dat met shakes ook? Of? Ja, ik neem wel eiwittenshakes daarnaast. En ja, ik probeer gewoon geen geraffineerde producten te eten of zo. Geen weinig suikers en zo gezond mogelijk in hoeverre het kan. Dat is mijn kind. Dat is mijn kind. Kook je graag of helemaal niet? Ik doe het wel graag, maar ik doe het gewoon niet vaak. Ik zeg het, mijn vriend die kookt vaak in huis en ik ben degene die mijn werk doet vaak. Maar... Hij is het vrouwtje en jij bent de man. Wauw, dat zou ik niet zeggen. Die zit er bovenop. Nee, nee. En bestel je dan ook wel eens? Ja, ik zit vaak op Deliveroo, toch wel hoor. Ja? Ja, maar ik probeer dan toch wel semi-gezond en dan bestel ik bijvoorbeeld Pokéballs of zo. Ja. En dan, kan jij ons dat laten zien? Oh, je bestelgeschiedenis. Ja, kijk of het echt zo is. Ik ben zeker dat het helemaal gezond gaat zijn. Kijk, sushi. Sushi Namaste. Vers uit. Oké, hier was een burger. Gymfood. De Bomme. Ja, dat is een Antwerpse restaurant met niet zo gezond eten. Poké Tiki, Le Père Coliche. Poké, Pokawa. Hé, kijk eens aan. Hé, maar dit is wel heel populair. Het is eigenlijk best wel een heel gezond lijstje. Ja, toch? Ja, heel. Ja. Okay. Ja, ik heb het vaak moeilijk op met donuts ofzo. Als ik dat zie in de straat ofzo, wil ik altijd een donut eten. Maar wat is echt je guilty pleasure? Dat je denkt van, oké, dit moet ik echt weinig proberen te eten. Ja, ik denk toch wel donuts en ijs. Like Häagen-Dazs en Ben & Jerry's. Oh, Häagen-Dazs, dat is. Hey, terwijl Roos bezig is met het sausje, wil ik jou graag wat voedseltrends voorhouden. Oké, cool. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja. Ik hoorde je net al over praten, dit is de eerste, de Pokéball. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, ik ben wel fan van. Ja, ik vind het lekker en makkelijk. Het is ook heel erg lekker. Nadeel is wel, er zit gewoon wel heel veel calorieën. Er zit rijst in, vaak avocado, zalm, vet. Maar goed, het zijn weliswaar goede vetten, maar het blijven veel vetten. En dan de kokosnoten. Ja, ik lust het wel eens graag. Vooral als water eigenlijk. Kokosnoten zelf lust ik niet zo graag, maar ik lust wel graag cocowater of cocomelk. Maar je kan er wel goede sausjes mee maken. Voilà, kijk dan. Ja. Dat ga je nu ook doen, toch? Ja, dat was ik eigenlijk mee bezig, maar ik vind het wel interessant wat jullie aan het bespreken zijn. Ja, het is natuurlijk niet zo heel goed voor het milieu, want er worden veel bossen voor gekapt om die palmen te laten groeien. Dus dat is één groot nadeel van de kokosnoot. Dat is wel een beetje hetzelfde verhaal met de avocado's. Ja. Ja. En dan hebben we nog één trend, dat is de matcha thee. Dat is wel een grote trend, ja. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind wel... Ik drink het eigenlijk niet zo vaak, eerlijk gezegd, maar ik heb het nu drinken. Oké. Dat is warm. Dan kan je niet echt ik vind het wel bitter. Ja? Zo zonder melk. Ja. Het heeft wel een beetje zo honing of melk nodig of iets wat het... Verzacht. Ja. Maar het is best wel lekker op zich. En nu mag jij even de saus proeven en laat maar weten of het lekker is. Zo voor je trui. Lekker. Lekker hè? Ja hè? Ja, dat is lekker. Top. En nu gaan we even de tacos opmaken. Ga ik even een bordje halen. Nu mag jij aan de slag. Ga ik hem proeven? Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Lekker? Lekker, heel lekker. Heb je de saus erop gedaan trouwens? Ja? Oké. Echt leuk dat je was? Ja. Fijn. Ik heb genoten dat ik eindelijk een Belg, want ik word zot van al die Nederlanders. Was ik de eerste Belg? Ja. Oké, kijk eens aan, een primeur. Ik moest erg mijn best doen om te luisteren, maar ik vond het ook heel erg leuk. Ja? Ja, ik kon jullie bijna niet horen. Oh. Hoezo? Ik praat ook algemeen Nederlands. Ja, en ik ga heel erg snassen of zo. Smossen, ja, morsen. Nou, smossen. Ja, smossen is Antwerps, ja. Smossen is... Het wil zeggen morsen. Dat is hem alweer. Super bedankt voor het kijken. Ja, en als jullie nog een lekker recept willen zien, vergeet je niet te abonneren. Ja, en laat ook zeker een leuke comment achter. Een duimpje omhoog.